Ja, Orrie van de Wouwer van de CD&V zit intussen bij mij. Dag meneer Van de Wouwer. Ja. Ja, vertrekpunt van uw vraag is de media-aandacht voor de omstandigheden waarin mensen in woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij ABC in Antwerpen moeten wonen en de vaststelling dat personeelsleden van ABC versneld zo'n woning krijgen nog voor mensen die al lang op een wachtlijst staan die woning kunnen hebben. Nu, de minister, hoor ik zeggen, heeft alles gedaan wat ze kan, wat ze moet doen, een half jaar geleden al. Is daarmee voor u de kous af? Ja, ik denk dat de minister daar inderdaad heel kordaat heeft opgetreden. En het blijkt nu ook dat er wettelijk niks verkeerd is gebeurd bij de toewijzing van die twee sociale woningen. Een van die twee mensen die daar nu personeel zit, was dat op dat moment nog niet. En ook de andere persoon zou volgens objectieve criteria hoger op de lijst zijn terechtgekomen. Dus ik denk dat er op dat vlak inderdaad niet veel gebeurt. Maar natuurlijk twee aspecten. Net ging ook over de omstandigheden waarin mensen moeten wonen. We horen verhalen over tegels waar mogelijk asbest in zit. Mensen die maandenlang moeten wachten op een verwarming die niet meer werkt. Bent u daar gerustgesteld door de minister op dat vlak? Ik denk dat er op dat vlak op de sociale huisvestingsmarkt in Antwerpen nog extra moet in geïnvesteerd worden. Laat dat duidelijk zijn. Iedereen, ook in de sociale huisvestingsmaatschappij, moet in de beste omstandigheden kunnen wonen. Ik denk dat de problemen die geschetst zijn, dat die op verschillende plaatsen ook gelden. Ik wil daarmee die problemen niet minimaliseren en die moeten versneld worden aangepakt. Daar niet van. Ja, ik hoor de minister zeggen, het is een scheet in een fles. Bent u het daar dan mee eens? En daar ben ik het niet mee, eens. Nee. Want dat zegt natuurlijk wel iets over die getuigenissen in de kranten van huurders. Ja. Maar ik denk, dat is een ander belangrijk punt, wat ik ook in mijn vraag nadien heb willen aanhalen, dat is het personeelsbeleid dat gevoerd werd bij het ABC, dat voor toch wat ongenoegen heeft geuit, wat er tot ongenoegen heeft geleid, wat er heeft toe gezorgd dat mensen naar de media zijn gestapt. En dat kan de minister wel zeggen. Ik heb 6 maanden geleden die mail gekregen. Nu, ik heb die mail ondertussen vandaag ook gekregen. En zij heeft die niet alleen 6 maanden geleden gekregen, ook nog 1,5 week geleden opnieuw, met daar de opmerking dat al indien de minister zelf niet zou tussenkomen. Goed, wat kan de minister doen? Is dit haar bevoegdheid wel om daar intussen te komen? Nee, in personeelskwesties niet. Dat is een autonome organisatie. Dus die moeten zelf hun eigen personeelsbeleid voeren. Nu, als wat, blijkt, gaat u dan doen als Vlaams Parlement? Het kan wel, als blijkt dat daar echt wanbeheer, sprake is van wanbeheer of wanbeleid, dan kan de minister wel als toezichthoudende overheid daar een rol spelen. En ik denk dat het in dit geval niet zou... Worden. Ja, voilà, maar ik stel wel vast dat de minister 6 maanden geleden wel toezicht er heeft opgezet, maar die zijn ook niet bevoegd om met het personeelsbeleid zich te moeien in eerste instantie. Ik denk als er zoveel signalen komen... Wie moet het dan controleren? Maar ik denk als er zoveel signalen komen, het is pas dan dat de minister toch die beslissing kan nemen om het personeelsbeleid ook even onder de loep te nemen. Had zij dat al moeten doen? Want dat signaal is er wel, hè? Ja, dat signaal is duidelijk gekomen. En ik zeg, 1,5 week geleden heeft zij opnieuw die mail gekregen. Schiet ze tekort aan, de minister, op dat vlak? Maar ik denk dat er hier iets proactiever had kunnen opgetreden worden. En dat deze vandaag niet in die media moeten komen, dat dit geen politiek spel geweest is. Want laat ons eerlijk zijn, zo een paar dagen voor gemeenteraadsverkiezingen, ik stel mij er ook wel vragen bij. Natuurlijk, maar als parlement zit, wanneer zoiets in de media komt, ja, dan moeten wij daarop vragen. Nu, de raad van bestuur van ABC, is die tekortgeschoten? Want ja, de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen, zijn aandeelhouder van ABC. Je zou verwachten dat daar dus mensen zitten die de stad mee besturen. Mensen van uw partij, van de N-VA. Heeft die raad van bestuur te weinig gedaan? Maar, bij mij weten zit er niemand van mijn partij in die raad van bestuur. Maar die raad van bestuur zit ook samengesteld met huurders zelf. En ik denk dat niet iedereen in de raad van bestuur de expertise heeft om dat personeelsbeleid ook mee te richten. Het verandert de vraag niet, hè? Is de raad van bestuur tekortgeschoten? Maar dat kan ik moeilijk inschatten op basis van de informatie die ik vandaag heb. Maar je merkt wel dat er al heel lang onrust is in die organisatie. Ik denk dat deze een pijnpunt blootlegt, dat geldt voor meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat zijn ook vaak kleinere maatschappijen. Ze zijn niet allemaal zoals Woonhaven, waar er eigenlijk geen goed personeelsbeleid ook niet gevoerd wordt. Ja, en dat Woonhaven is toch belangrijk. Is een ander in Antwerpen. Dat is in Antwerpen, in Gent. Zij zijn ook gewoon van omvang veel groter. Maar waarom zeg je dat? Ik vind dat wel belangrijk, want die interne werking, dat heeft een enorm grote weerslag op de performantie en de dienstverlening van die sociale huisvestingsmaatschappijen. Dus het zou kunnen dat die tekort schiet bij ABC. Ja. Nog één vraag. Het ligt nu op het bureau van de ombudsman. Wat mogen we van hem verwachten? Ja, de ombudsman moet zijn of haar werk doen. Dus als er vragen binnenkomen, is het aan de ombudsman om in alle onafhankelijkheid die vragen te beoordelen en naar oplossingen te zoeken. En dan kan u daarmee aan de slag? Dan kunnen wij daarmee vervolgens wel inderdaad aan de slag. Oké, bedankt om tot bij mij te komen. Heel graag. En uw beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.